Ja guys, welkom bij een video met vandaag een kijkje op de main event. Totaal onverwachts is er een halve superheldenfilm uitgekomen dit jaar op Netflix genaamd The Main Event. Maar begrijp het niet verkeerd, het is geen superheldenfilm. Het is een film over een jongen die wil worstelen in het WWE. Maar hij is niet sterk. Hij is best wel slap en hij is 11 jaar. Genoeg reden om het niet te doen, zou je zeggen, maar niet voor hem, want hij wil echt gewoon dit heel erg graag doen. Dus hij gaat er ook gewoon voor. En normaal ben ik echt fan van superheldenfilms of gewoon grappige kinderfilms. Maar deze was wel pijnlijk om te kijken. En ik kan je nu wel zeggen, gerust met gans mijn hart. We gaan deze week bijna alleen maar slechte reviews krijgen nog. Oké, zondag weet ik niet meer heel zeker, want ik weet niet meer heel zeker welke film je dan moet je reviewen. Maar vandaag, morgen en overmorgen wordt het nogal pijnlijk. Comes from here and here. Very hungry, are you okay? I've been burning a lot of calories lately. Het verhaal over een jongetje met een magisch masker dat hem supersterk maakt. En hij gebruikt het om in de WWE te raken. Little selfish. De film is vrij vreemd en heeft een raar verhaal door in zich heen gekregen. Ook is er om de 2 minuten een of andere rare kutgrap gemaakt dat het masker heel erg stinkt. En dat doen ze continu. Alleen weten de makers volgens mij niet dat wij dat niet kunnen ruiken. Dus eigenlijk heel die grap, die heeft totaal geen zin. Ook de vriendschappen zijn raar en de plotpunten, de belangrijke plotpunten rond de vriendschap, wanneer dat interessant begint te worden, halen ze gewoon weg. Eigenlijk valt enkel de derde act van deze film nog een beetje mee. Verhaal 35 op 200. Leo is een licht oké personage. Grotendeels is hij irritant en vervelend, maar in zo'n mate dat je er wel mee kan leven. Erica is dan wel weer een leuk meisjespersonage en is een leuke love interest voor Leo. Maar dan vraag ik mij vooral af, Leo is 11, waarom is er zelfs een love interest? Nogmaals, dat joch is 11. Zijn vrienden zijn mij, zijn vader heeft veel te veel problemen gekregen voor wat het eigenlijk voor film is en zijn oma is... Tja, hoe moet je dat uitleggen? Personages 60 op 200. De pacing was niet goed en ik vond de film vooral saai. Het meest positieve over deze film kan ik toch wel brengen op de designing van de film, want de shots zijn op zich redelijk oké gemaakt, maar vooral de kleuren van deze film zijn best wel mooi. Pacing en designing 80 op 150. Nadat ik eigenlijk wist dat het een soort van halve rare film ging zijn over een masker en superhelden, vond ik deze film totaal niet meer surprising. Surprisement 35 op 100. Acting was oké, maar het was niet bepaald heel geweldig. Acting 75 op 150. Ook critics waren niet heel blij met deze film en geven hem een 52 op 100. Ik vond hem zelfs slechter dan dat, ik geef hem een 20 op 50. Oftewel anderhalf hartje, dat betekent 15 op 50. Dan waren de totaalscore van de main event uit op een 372 op 1000, oftewel een 3,7 op 10. Heb jij de main event nog gezien? Dan weet wat je ervan vond in de comments beneden en ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken en bye bye.